Wat een mooi land en wat een leuke stad. Eigenlijk een voorrecht dat ik hier mag werken. Taxi. Goedenavond meneer. Goedenavond. Nou, waar is het voor u alsjeblieft? Naar de Lotto Arena graag. De Lotto Arena, u bent precies niet van hier. Nee, ja, dat hebt u goed opgemerkt. Met vakantie in België? Nee, als het met vakantie zou zijn, dan zou ik er met dit weer zo niet uitzien. Ja, dat klopt. En wat doet u dan in België? Ik werk bij Dela België. Dela, zegt u? En wat is dat juist? Ja, Dela, dat staat voor draagt anders lasten. En dat is een organisatie die zorg en zekerheid biedt rondom het overlijden. Inmiddels heeft Dela ruim 3 miljoen verzekerden. En het grappige is dat de 3 miljoenste, die woont in België. We zijn inmiddels in België ook de grootste uitvaartonderneming. We doen meer dan 11.000 uitvaarten in België en hebben ook 5 crematoria. En doordat wij die zorg in eigen hand nemen, kunnen wij dus ook garant staan voor de juiste kwaliteit en de juiste service. En dat is gewoon natuurlijk heel belangrijk met dat overlijden. Dat klinkt allemaal heel professioneel. Ja, die professionaliteit die willen we ook hebben. We bestaan al vanaf 1937 en het is dit jaar is dat precies 70 jaar geleden. En dat is eigenlijk wel reden voor een feest. En het feest dat gaan we nu met alle mensen die voor ons belangrijk zijn, gaan we nu houden in de Lotto Arena. Maak er dan alvast een heel fijne avond van. Ja, dat zal met Koen Wouters als gast hier zal het geen enkel probleem zijn. Prima, tot ziens hoor. Ja, bedankt en tot ziens. Kijk, dat was goed, hè? Ja, dat was tof. Zeg, maar nu dat ik de Koen zie, moet je niet dringend vertrekken? Oh god, ja. De Koen is open dat hem niet vals is van de avond, hè. Allee, Marissa, tot de volgende, ja, hè. Dag, Koen. Ja, dag. Taxi. Goedenavond, meneer. Nou, waar is het alsjeblieft? De Lotto Arena. De Lotto Arena. Dat is toevallig. Ik ben daar net nog een Hollander bij gaan afzetten. Ja, maar het is de grote dag vandaag. Hè. Het is ons Dela-feest. Dela? Meneer is ook van Dela dan? Ja, ik ben ook van Dela. Dan heeft u misschien dat liedje gemaakt van Koen Wouters, Leef je leven. Ja, dat is onze campagne. De Koen doet dat goed, hè? Ja, maar de dood. Ik ben daar toch nog niet mee bezig. Hè. Dat is nog verzen, hè? Ik hoop het voor u, meneer. Zoals dat we dat eigenlijk wensen voor al onze klanten. Maar spijtig genoeg moet ik u zeggen dat we elke maand uitvaarten moeten regelen van mensen die niet oud zijn mogen worden. Stuk voor stuk zijn dat trauma's. En op dat moment wil je toch die dierbaren niet achterlaten met een hoop financiële en praktische problemen. Want uiteindelijk zijn mensen op dat moment heel ontredderd. Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Amai, zeg, schone foto van de vieren papa. Proficiat. Dank u wel. Kijk, eigenlijk is het daarvoor dat je het moet doen. Op het ogenblik dat dat moeilijk moment komt, meneer, dan wil je toch niet dat zij al die zorgen hebben. Hè? Daarom zeggen wij altijd, een Dela, dat neemt je voor elkaar. Wij willen er eigenlijk helpen voor zorgen dat uw dierbaren kunnen verder leven met goede herinneringen. U kan dat wel mooi uitleggen, meneer. Ja, nu, het gemakkelijkste zou zijn vanuit de verzekering bij de uitvaart een cheque te betalen. Hè? Maar uiteindelijk, het is veel meer dan dat. Met geld alleen zijn de mensen niet geholpen. Zo is dat. Ondertussen zijn we aangekomen. Een hele fijne avond. Ja, bedankt. Tot ziens. Voor u ook. Goeiedag. Dag. Dankjewel. Dames en heren, zal ik eens heel eerlijk zijn tegen u allemaal. Toen mij gevraagd werd om samen te werken met Dela, dan wist ik eigenlijk helemaal niet wat Dela was, waar Dela voor stond. Toen werd mij gezegd, Dela is een uitvaartverzekering. De meeste mensen als ze het horen denken, oei Koen, jij samen met een uitvaartverzekering. En wel, ik schrok daar eigenlijk helemaal niet van. En ik denk dat dat is omdat ik de dood eigenlijk al een paar keer zo wat dieper in de ogen heb gekeken. Ik ben eens aan 160 knal tegen een muur gereden met een raceauto op het circuit. We zijn eens beschoten geweest tijdens Dakar. Enfin, vooral langs de andere kant van mijn co-piloot dus. En we zijn eens in een ravijn gereden in Sardinië. 100 meter diep, 10 keer over kop. En toen, bij die laatste keer, dacht ik wel, nu gaat het licht uitgaan. Maar op die moment was ik eigenlijk heel rustig, heel sereen. Het had iets goeds, eigenlijk. Dus ik ben nogal oké met de dood. En dus heb ik helemaal geen problemen met uitvaartverzekering en met Dela. Integendeel, ik maakte kennis met Dela. En
ik kreeg te horen waar ze voor staan en hoe ze werken. En dat stond mij allemaal perfect aan. Dela voor elkaar. En dat is het eigenlijk. U weet, ik heb 2 kindjes en ik heb een vrouw. En als ik ga, en ik zal gaan, vroeg of laat, we zullen allemaal gaan, dan ben ik blij om nu al te weten dat mijn begrafenis zal geregeld zijn zoals ik het wil. En dan ben ik ook blij dat mijn vrouw en mijn kinderen niet zullen moeten bezig zijn met beslommeringen van een begrafenis te regelen. Dela zal daar wel voor zorgen. Daar zijn ze goed in. Ze betalen het, ze verzorgen het en het zal in orde zijn. En mijn vrouw en mijn kinderen, die moeten, zoals je op zo'n emotioneel moment niet anders kan, bezig zijn met alles te verwerken. Maar niet met beslommeringen van een begrafenis. En daarom ben ik blij dat ik Dela heb leren kennen. En daarom werk ik ook gewoon heel erg graag samen met Dela. Koen, podium. Nu al? Ja. Het is tijd. Tot zo. Begin al maar te applaudisseren.